Danny Vera, wat zie je er prachtig uit. Dank u wel. Ja. Ja. Ja, is dit nou echt je normale verschijning als je gaat optreden? Nou, dit is wel een ander pak dan ik vandaag aan had. Maar ik heb wel gewoon een... Eigenlijk is het wel bijna hetzelfde. Het is alleen een andere. Omdat ik het niet zo fris vind om in dit pak ook weer naar huis te gaan. Ja. Maar het is een mondenfestival. Ik kijk naar je schoenen. Dat is toch geen doen zo? Dat is omdat ik net op moet. Ik heb net mijn rubberen kaplaars heb ik uitgedaan. Want ik zakte inderdaad tot aan mijn enkels in de blubber. Dus ja, nee. Ja, ja. Maar draag je dit omdat je optredens ook heel erg chic zijn? Of leg eens uit, wat kunnen mensen verwachten bij een optreden van Danny Vera? Nee, gewoon rock and roll. Alleen ik vind een pak gewoon fijn om te dragen. Ja. Ik vind het ook, iedereen denkt dat het ook met ijdelheid te maken heeft. Dat is natuurlijk ook zo. Maar het fijne van een pak is dat je er gewoon heel snel verzorgd uitziet. En het is heel makkelijk 's ochtends, weet je wel. Ik ben vrij lui. En als ik dan naar mijn kast kijk, dan hoef ik alleen maar een pak eruit te trekken. Een blouse en een stropdas en je bent klaar. Ja. En als ik een spijkerbroek zou, dan zou ik moeten denken, ja, welke trui moet hij bij? Dat vind ik allemaal verwarrend. Ja, ja, ja. Het is ook je eerste keer op Paaspop. Wat is nou je eerste indruk als je om je heen kijkt op het festivalterrein? Groot en veel dingen te doen. En ja, ik vind het echt super. Ik ben zelf geen festivalganger. Ik ga ook nooit naar festivals. Maar dat is misschien als je muzikant bent dat je dat... Ik weet niet, misschien zijn er muzikanten die het wel doen. Ik ben er niet zo ervan. Maar ik vind het hartstikke leuk. Ja. Het is een beetje blubberig. Ja. Maar je hebt al prachtig weer meegenomen, ja. Danny. Het is bijna zonde dat je in de tent moet spelen. Nou, maar wij brengen altijd het zonnetje mee. Wij wonen in de Sunny State, hè, Zeeland. Dus de meest zonneuren van heel Nederland. Dus als wij ergens spelen, brengen wij graag de zon mee. Ja, ja. Maakte je nog een beetje zorgen toen je hoorde over die extreme weerberichten en dat soort toch wel gevaarlijke dingetjes? Nee joh, ik maak me nooit zoveel zorgen. Nee. Extreme weerberichten? Ja. Heb ik die gemist? Ja, zouden we wegwaaien dan? Ja. Nee toch? Nou ja, oh, was het goed? De voorspellingen waren niet gunstig. Oh nee, niks van meegekregen. Nee, ik stond gisteren in de Evenaar. Ik heb er niks van meegekregen. Oh, okay. Hey, vertel eens, wat kunnen mensen verwachten van de optreden van Danny Vera? Wat voor muziek maak jij? Ik maak een... laten we het gewoon rock'n'roll noemen. Ja. Dat is het beste, weet je wel. Kijk, er is een hele verzameling van allerlei soorten muziek waardoor ik ben beïnvloed. Maar eigenlijk komt het op rock'n'roll neer. En zeker deze set. Hier gaan we gewoon altijd... Op festivals doen we gewoon vol gas. En bij mijn... eigen clubshows zitten er ook ballads in, verhaaltjes en zo. En bij de theater is het dan nog uitgekleder. En dan komen alle rustige liedjes met dingen uit periodes van vroeger en zo. Vind ik leuk om te vertellen. Ja. Je speelt ook in de E-tent. Heb je ooit gespeeld van mensen die met een broodje dunner in de hand aan jou zitten te luisteren? Nee, ik heb wel een nummer 1 hit gehad in Turkije. Dus dat is wel een leuke link. Nee, en ik vind het ook vanavond heel grappig dat ik... Als ik s'avonds op de bank zit en dat ik gewoon samen met mijn vrouw straks nog even na te denken over hoe het weekend was. En dan dat je in één keer zin in loempia's krijgt, omdat het gewoon nog een beetje in mijn haar hangt. Ja, 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 ja. Dan denk ik ruik in één keer loempia's. Nou, je hebt hier een geweldige catering. Loempia's, dunner, friet, hamburgers, noem het maar op. Dus dat, ja, je zou bijna in de verleiding komen om even van het podium te springen en even een loempia te pakken. Ja, maar te veel van het goede is ook. Ik heb nu al, ik ruik het, ik was hier al best wel vroeg vanochtend, omdat ik mijn hotelkamer uit moest in Eindhoven. Maar dus ik ruik al vanaf 11 uur deuner en pizza en lumpia en friet. Ja, ik ben wel goed. Okay.